En districtscommissaris Armand Jurel van Para heeft dinsdag het eerste jaarverslag van het district aangeboden aan minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling. Het rapport geeft een overzicht van de verschillende activiteiten die hebben plaatsgehad in het district. Jurel stelt dat hij hiermee de centrale overheid inzage geeft over gerealiseerde zaken van het afgelopen jaar. De burgervader zegt dat dit belangrijk is omdat hierdoor een betere planning gemaakt kan worden. Het is zo dat bijvoorbeeld in het oosten van Para, daar hebben dus de mensen, de inheemse in de verschillende dorpen, ze hebben nu eenmaal 24 uur stroom. Weet je, dat zijn een van de markante zaken die zich hebben voorgedaan in het district Para. We hebben ook met betrekking tot de infrastructuur, tijdens grote regenval, hebben we de verschillende, zeg maar, de goten en dergelijke. Dat hebben we allemaal uitgegraven, zodat het water dus met gemak kon doorstromen. Het zijn zaken die we allemaal hebben gedaan. We hebben zeg maar het gezicht van het commissariaat hebben we aangepakt. Als u nu daarheen gaat, u zien dat alles heel mooi is. Weet je? Markante zaken die direct betrekking hebben op de bevolking. Een stukje verbetering dus naar de bevolking toe. Een stukje dat te maken heeft met een stukje toerisme. Toch eye-catching, mensen gaan langs, luchthaven is daar. Mensen gaan langs, ze willen dingen zien. In die zin dus dat het district Para netjes is. Jurel zegt verder dat de eerste steenlegging van een RGD-polykliniek in het district ook is opgenomen in het verslag. Evenals de verkeersveiligheid die extra aandacht heeft, benadrukt hij. We hebben met de gewestelijke politiecommandant en de verschillende politieofficieren in het district, dat zijn er in totaal zo'n 5 tot 6, hebben we goede werkafspraken gemaakt. Ook met de regiocommandant om zeg maar de verkeers, je zou niet zeggen verkeerscriminaliteit, maar je kan zeggen om dit bij de bron aan te pakken. Meer voorlichting geven aan de mensen. Ook aangeven, ga niet met onder invloed van alcohol of kennelijke staat van dronkenschap. Ga niet aan het verkeer deelnemen. Een stukje voorlichting naar de bevolking toe, want je weet niet. Wat we ook hebben aangepakt, is dat wij op basis van de drankhuizenwetgeving, hebben we ervoor gezorgd dat de verschillende bars enzovoorts 10 uur sluiten. Na 10 uur moet je je zaak sluiten, want wat gebeurt er? Het is een beetje afgelegen, mensen zijn ver en ze willen, dan wordt er geborreld. Daarbij drinken de soppie en ze gaan in de auto zitten met alle nare gevolgen van dien. Districtscommissaris van Para, Armand Jurel. Hij heeft dinsdag het eerste jaarverslag van het district overhandigd aan RO-minister Edgar Dikan.